Groningen onderzoekt samen met de provincie Groningen en het Rijk de mogelijkheden voor een tijdelijk treinstation in Hoogkerk. Het station zou vanaf 2018 een extra ontsluitingsmogelijkheid kunnen worden vanuit het westen van de provincie. Het is een alternatief voor de bussen die via de PNR Hoogkerk naar de stad rijden. Het stond al eerder in plannen, maar omdat er toen geen zicht was op financiering is hij eigenlijk weer uit zicht verdwenen. Maar dat is er nu weer wel, dus daarom staat hij nu weer op de agenda. Het station Hoogkerk kan een bijdrage leveren in het zorgen dat het forense verkeer vanaf de westkant van de stad ook via het OV op een goede manier richting het centraal station kan. Dus die kan dan bijvoorbeeld de auto kwijt bij het station al daar op de trein stappen en naar het centrum gaan. Een locatie is nog niet bekend. De afspraak die er nu ligt is dat we samen met de provincie en het Rijk nu gaan onderzoeken naar waar het station dan moet komen, hoe het er precies uit moet komen te zien enzovoort. De financiering is ook nog onderwerp van discussie. Het Rijk heeft gezegd, wij zijn in principe bereid om de helft voor onze rekeningen te nemen en voor het andere deel zullen we met de provincie over in gesprek moeten. De extra sneltrein tussen Groningen en Leeuwarden gaat pas in de tweede helft van 2019 rijden. Die extra trein is belangrijk voor de bereikbaarheid van de stad tijdens de aanpak van de Zuidelijke Ringweg, die minstens 4 jaar gaat duren. Het tijdelijk treinstation zou de bereikbaarheid kunnen verbeteren.